betekenen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben een beetje de goede weg aan het zoeken. Mm-hmm. Want ik doe best wel veel demonstraties in Den Haag. Ja. En wat eigenlijk al 2,5 jaar blijkt, is dat daar het politiekorps dat daar zit, het niet zo nauw neemt met de rechten van de mens. Mm-hmm. En ja, ik heb een hele waslijst met vragen eigenlijk. Zodat ik later eigenlijk verder kan met het strafrechtelijke, of althans met aangifte doen. Met verzoek tot vervolging of strafrechtelijk onderzoek naar de man die mij mishandeld heeft. Waar heeft zich dat voorgedaan? In Den Haag, begrijp ik? In Den Haag en ook in Zoetermeer. Oké, wanneer is dat geweest? Ja, ik moet de daders nu nog allemaal gaan uitwerken. Maar op mijn Facebookpagina Dutch for Freedom, dat is met een 4. Daar zijn heel veel lives terug te vinden eigenlijk van het gedrag van het politiekorps Den Haag. Mm-hmm. Dus ik heb, ik zal even wat een paar, ik ga u niet alles voorlezen, maar ik zal een aantal van de vragen. Nou, voordat u nu gaat voorlezen, maar want... Wilt u nu bij mij melding doen wat, of vragen aan mij stellen hoe u dat verder in gang wil brengen? Of wat zou u van mij willen? Ja, het worden eigenlijk meerdere aangiftes. Ja. Maar ik wil sowieso de naam van de man die mij geslagen heeft. Dus niet van de persoon, maar echt van de man. Ja. En ik wil ook weten wie de opdrachtgever is, welke man of vrouw dat geweest is. Ja. En ik wil die man die mij geslagen heeft, die wil ik hoofdelijk aansprakelijk stellen. Ja. Niet als persoon, want dan handelt hij een opdracht. Maar hij heeft er als man zijnde, heeft hij er zelf voor gekozen mij te slaan. Mm-hmm. En die man, die wil ik dus hoofdelijk aansprakelijk stellen. Ik snap hem. Maar u belt nu, ik ben van het FIC Noord-Holland. Dat is van een andere eenheid en ik heb geen inzage in zeg maar de stukken van in dit geval dan Den Haag. Dus ik kan aan die gegevens die u heeft, kan ik niet komen. Nodig heeft, de gegevens die u vraagt, daar kan ik niet aan komen. En wat is dan wel de goede weg voor mij om te bewandelen? Want u snapt natuurlijk dat mijn vertrouwen in het hele rechtssysteem in Nederland is aardig geschonden. Want ik heb hier bijvoorbeeld ook een strafbeschikking liggen. En die strafbeschikking is van... ik zal wel even het nummer erbij geven. Misschien kunt u me erbij zoeken, kan dat? Nee, dat kan ik ook niet. Oh, oké, dat is jammer. Nee, we hebben niet alle systemen voorhand waar we in alles kunnen opraken, op bewijzen spreken. Ja. En vergissen daar nog wel eens in, maar de politie is wat dat betreft ook best wel beperkt. Dus dat gaat helaas ook niet lukken, of helaas niet, dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dat is helemaal geregeld. Het is in elk geval op 11-11-2022 had ik een eenmansdemonstratie en beneden was er nog een demonstratie aan de gang. Nou, dat werd echt binnen no time werd het allemaal opgerold, maar ik stond met een box daar om mijn stem te laten horen. Ja. Was in het winkelcentrum, er staat niks in het huisreglement dat er niet gedemonstreerd mag worden. Sterker nog, onlangs heeft de burgemeester daar demonstraties verboden op vrijdag, zaterdag en zondag. Dus dat blijkt dus dat het daarvoor wel is toegestaan. Alleen, ik heb duidelijk aangegeven dat volgens de wet openbare manifestatie, die ik ook al meermaals heb uitgelegd om die agenten, dat het maar mijn recht was om daar te staan. Toen hebben ze mij gevorderd om weg te gaan en toen heb ik gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. Toen hebben ze mij eigenlijk gelijk in de boeien geslagen en gearresteerd. Is niet nodig, want ik ben vreedzaam. We zijn eigenlijk gelijk met een arrestantenbus in me afgevoerd en in een cel gegooid. En ik heb nu een strafbeschikking daar gekregen voor geluidsoverlast op basis van, waarschijnlijk God die lachen. Want dat deed ik ook heel hard. Wat staat hier? Ja, de wet personenvervoer 2000, artikel 72. Nou, dat vind ik heel knap als ik met een roltrap naar boven ga en dat ik daar op de wet personenvervoer gepakt word. Ik heb hem ook nog niet eerder gehoord. Ik kan niet zeggen dat het wel of niet klopt, maar ik heb hem nog niet eerder gehoord. En ik ben ook niet helemaal ingeschoten in die wetgeving. Dus als we een roltrap als vervoermiddel kunnen aanvoeren in die regelgeving, dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar dan nog hebben we de wet openbare manifestatie. Ik mag daar gewoon staan. Maar goed, in Den Haag is precies hetzelfde verhaal. Ik wil u even onderbreken.
zeker. Want ja. Als je vraagt van ja, wat kan ik hiermee doen en waar moet ik zijn om het toch wel de gegevens die we veel op te vragen, ja, dan zou ik u moeten doorverwijzen naar collega's van FIC Den Haag. Veiligheid, integriteit en klachten van Den Haag. Ja. En dan moet u het algemene politienummer gewoon even bellen en vragen naar het FIC Den Haag. Zodat u dan ook specifiek kunt vragen, de vraag die u heeft bij hen neer kan leggen. Als u zegt van nou ik wil aangifte doen tegen de collega's die u hebben aangehouden, die mogelijk hebben mishandeld, zou u dat ook met hen kunnen regelen, afspreken. En dan is het afwachten hoe ver u daarmee uit de voeten kan. En voor de rest ja, hebben wij daar als eenheid Noord-Holland niet direct een rol in. Maar dat is de eerste instantie waar u het beste uw vraag kunt neerleggen. Ja. Ja, want ik weet niet of het bij jullie ook wel eens voorkomt, maar ik heb bijvoorbeeld minimaal 3 agenten, ik heb er 3 duidelijk op beeld, die gewoon weigeren zich te identificeren. Waren ze in uniform gekleed? Wat zegt u? Waren ze in uniform gekleed? In uniform, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is niet altijd verplicht, tenzij u er echt nadrukkelijk om vraagt. Ja. Dan mogen ze zich of moeten ze zich legitimeren, maar het moet ook maar net passen in de omstandigheid. Dat er op dat moment ook een legitimatie wordt getoond. Het is ook een beetje nagelang de omstandigheid. Dus het gebeurt ja. Overal natuurlijk. Maar hoe moet ik dat dan zien, nagelang de omstandigheid? Hoe bedoelt u dat precies? Stel dat de situatie dusdanig hectisch is dat het voor de politiemensen op dat moment niet goed uit kan komen om een legitimatie te trekken. Omdat ze een handen vol moeten hebben, bij wijze van spreken. Dan zou ik me goed voor kunnen stellen dat er op dat moment niet wordt gelegitimeerd en dat men overgaat tot handelen. Nou nee, eentje is een hoofdofficier op de fiets in het winkelcentrum die aan een blikje wil ruiken of dat er geen alcohol in zit. Okay. Die weigert zich te identificeren. Een ander is die 8 mensen tegenhoudt die met een omgekeerde vlag in Den Haag toevallig lopen. En zeggen van wij zijn een vrijgezellenfeest en hij laat het wel snel zien maar op een meter hoogte. En daarna weigert hij om het goed te laten zien. Ja, en verder ook die iemand anders om een identificatie vragen en weigeren zichzelf te identificeren. Op zich zijn dat allemaal feiten waar je dan op het moment dat je ervoor bijvoorbeeld aangehouden wordt, dat daar een hulpofficier, uiteindelijk een officier in die zaak waar je voor bent aangehouden, daar rekenschap van kan nemen. Dat dat niet gelegitimeerd is. Op zich is het een feit waarvan de politieleiding, in dit geval dan weer van de eenheid Den Haag, iets over zou mogen of moeten zeggen op het moment dat het onder hun aandacht wordt gebracht. Want het is meer een disciplinair gegeven dan een strafrechtelijk gegeven. Ja. En wat is uw idee dan over dat ik in Den Haag heb staan demonstreren? Dat was aangemeld. De gemeente Den Haag die reageert niet op mijn aanmelding. Ik had me voor 50 mensen aangemeld, was ten tijde van de CBDC. Dat er een rij van 100 mensen staat die nog binnen wil, maar wij stonden met 50 mensen die buiten stonden. En dat er inderdaad in één keer, dat het vreedzaam is, de politie die gaat overal rondfluisteren, dan ze gewoon vorderen om weg te gaan. Ja. En dan nou, krijg je dus inderdaad... Ja, maar vooral duidelijkheid. Als politieambtenaar heb ik geen mening, hè, over beleidszaken en dergelijke. Dus daar hou ik me altijd van wijstelijk op de vlakte. Oké, nou dan zal ik... Ja. Ik heb er geen mening over. Ja, oké. Maar dan ben ik wel benieuwd naar inderdaad wat... Ik ben er niet bij geweest ook, dus ik kan er ook moeilijk een oordeel over stellen, want ik ben er niet bij geweest. Dus dan moet ik het altijd van de verhalen doen en dat is niet altijd objectief, zeg maar. Nee, nou, ik sta er inderdaad om een punt te maken, dus bij mij is het wel objectief. Maar ik ben 2 keer gericht op mijn knie geslagen. De 2e keer ben ik van de 1e keer nog op mijn knie aan het wrijven. En ik krijg gewoon nog een tik op, zonder waarschuwing dat er geweld gebruikt gaat worden. Ja. Terwijl ik zelf altijd vreedzaam daar sta. En ja, die agent is ook bekend in de demonstratiewereld. En ja, die is wel erg slalustig. En wat ook is in Den Haag, er zijn 3000 demonstraties. Het is een vast team wat al die demonstraties doet. En ze doen net of dat ze op de hoogte zijn, niet op de hoogte zijn van de wet openbare manifestatie. Maar ja, als je als team alleen maar op demonstranten zit, dan moet je toch op de hoogte zijn van alle wetgeving. Anders ben je niet geschikt voor je vak. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nogmaals, ik denk dat u toch het beste kunt binden tot de collega's van Den Haag. Ik kan u helaas niet helpen in dit geval. Oké, nou, wel bedankt dat u mij teruggebeld heeft. Graag gedaan en succes met uw verdere beslommeringen, Romein. Oké, dank u wel, meneer. Ja? Fijne dag. Graag gedaan. Fijne dag, tot ziens.